Het liefste werk ik met flexibele materialen, maar het belangrijkste is dat het de materialen zijn die uitdrukken wat ik wil zou willen vertellen. Dus het is wel een heel breed spectrum, maar er moet wel een soort van beweging in zitten. Dat vind ik het allerprettigste om mee te werken. Mijn naam is Sibyl, S-I-B-Y-L, Heijnen. En ik ben beeldend kunstenaar. Ik woon in Almelo en ik werk over liefst, ik werk over de hele wereld. Daar heb ik hele mooie projecten mogen doen. Mooie projecten in de Verenigde Staten, in Amerika. Ik heb 20 keer in Japan projecten museaal en kunnen doen. En verder in nog 17 andere landen. En dat heeft mijn horizon absoluut verbreed. Flexibele materialen, daar bedoel ik mee katoendoek, koeienhuiden, kunstgras, rubber bekleed met bladgoud. En ook de materialen die passend zijn bij de plek waar ze terechtkomen. Het allermooiste vind ik als mensen mijn wereld zouden kunnen binnenlopen en dat ik die wereld mag delen. En dat het een totaalwereld is waarin mensen zich ook helemaal kunnen verliezen. En een van de mooie voorbeelden daarvan is geweest in Kyoto, in het National Museum of Modern Art, in een solo tentoonstelling. Waar mensen gingen zitten, liggen, staan, dansen zelfs. Of een meneer die alsmaar door zijn knieën ging en op dat moment probeerde uit te vissen wat er gebeurde als je zo'n beeld of vanuit een andere hoek bekijkt. En als dat lukt, als mensen van een andere kant zouden willen kijken, nou dan ben ik eigenlijk al helemaal tevreden.